Dit is mijn mystery box voor jou. Ik weet niet wat erin zit. Ik ook niet, ja, maar ik ben dat bang. Dat is het hele idee van de mystery box, toch? Oh. Mijn naam is Calvijn, YouTuber en online ondernemer. In deze serie ga ik op zoek naar de meest potentiële jonge ondernemer uit het gebied waar ik ben opgegroeid. Noord-Groningen. Dit doe ik niet alleen, maar samen met Lydia, een echte onderneemster uit Groningen. Prachtig. Ja? Dromen. En Tim, een jonge, succesvolle internetondernemer. Sorry, ik ben nog steeds niet afgetaard. De kandidaat met het beste bedrijfsplan maakt kans op 10.000 euro. Dit is Booming Business. Zijn we weer! Ik vind het weer fantastisch om met jullie te zijn. Heb ik dat al gezegd? Nee. Nee, heb ik nog niet gezegd, hè? Hallo, hallo. Hallo! Hallo. Dag, meneer. Goeiedag. Hoe gaat het ermee? Ja, goed met jou. Ja, er staat hier even een vliegtuig hiernaast. Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen. We wachten even op totdat... Is goed. Ik denk goed. Dat de mannen van de techniek anders... Kan die motor uit? Hallo? Mag ik iets vragen? Ja. Wij zijn aan het opnemen. We hebben opnames. Ik weet niet of u nog lang blijft staan. Ja, we binden weer in Grun, hoor, hé. Nou, we binden in Groningen, hoor, hé. Ja, dan als je die motor uit moet zetten, dan moet je hem de fietsen eerst weghalen, want dit kan toch niet. Oké, daar gaat ie. Ik ben al sinds kleins af aan ben ik fan van vliegtuigen. Ik heb zelf mijn eigen website in elkaar gezet. En daarop handmatig alle connecties en alle bestemmingen ingevoerd die mogelijk zijn vanaf Groningen. Ik wil met behulp van deze website eigenlijk de bijbehorende investering van circa 10.000 euro direct aflossen. Zodat ik zonder schulden kan beginnen en mijn bedrijf kan uitbouwen tot een grote online booking site die financieel op eigen benen kan staan. Lekker man. Ja, dankjewel. Ik heb een beetje een stomme vraag. Nou, vertel. Ik ben je naam vergeten. Tom. Tom. Dat is ook echt de meest makkelijke ja, naam. Ja, inderdaad. Tom, ik vind het een fantastisch verhaal. Lydia, ik zie je lekker streng kijken zoals altijd. Nee, ik vind het idee is prachtig. Je bent er echt al mee bezig. Ja. Je hebt het toch de hele tijd over vluchten boeken. Ik dacht, ik neem even wat boeken mee. Waar zijn die ook alweer te koop? Die zijn te koop op kalfijn.nl. Comedy! Ik wil je bedanken. Aan het eind van de aflevering gaan we je laten weten of wij jouw idee potentieel genoeg vinden om door te gaan naar de volgende ronde. Ja. Ik heb me altijd afgevraagd, waarom zeggen mensen tussen neus en lippen door? Waar slaat die uitspraak op? Ja. Het klopt niet. Wat boeit dit stukje? Zo van, op de plek waar je snor zit, tussen neus en lippen door? Of ben ik de enige die hierover nadenkt? Ik denk het wel. Echt? Goeiedag. Goeiedag. Hoe heet je? Alex, hoe is het? Alex. Yes. En je bent fan van Michael Jackson? Zeker. Ja? Ja, zeker. Zal ik je wat vertellen? Nou. Hij is dood. Ja. Ja. Ik ben Alex Huizinga, ik ben 18 jaar en mijn idee is een hele slimme spiegel. Stel je voor je hebt niet heel veel tijd, maar je bent in de stad en je wil eigenlijk wel een nieuwe paar schoenen hebben. En dan pak je ze gewoon uit de muur, zet je ze in een doos neer, die doos die leest zeg maar de schoen. En als je dan ervoor gaat staan zeg maar zo, dan wordt die schoen wordt geprojecteerd via de spiegel op je schoen zeg maar, of op je voet. En zo kan je zien of je hier staat of niet. Zit je hier met deze gast met zo'n lelijke pad aan? Het is gewoon ETQ. Ja, ETQ? Wie draagt nou ETQ? Wat draag jij dan? Een beetje... All-Star Combo Sponsor. Ik kan niet haten, man. Hé, hey, maar hoe strakker de brakken, hoe meer aandacht voor de patten. Maradoni. Ja, ik vraag me vooral af welk voordeel is het in plaats van dat je eerst gewoon die schoenen op gaat halen en dan aantrekt. Dan voel je ook direct hoe die zit. Ja, dat zeker. En hoe die staat. Zonder dat dat op de spiegel zit. Wat ik wel interessant zou vinden is, hoe zou je dit doen als je bijvoorbeeld helemaal geen winkel meer zou hebben? Dus is dit ook iets wat je bijvoorbeeld op je telefoon zou kunnen doen? Oh ja. Ik heb nog wel wat opties voor je. Maar wat eerlijk. Dit kan wel. Dit ja, dat zijn de nieuwe Puma's toch? Dat zijn de nieuwe Puma's. Hoe kan je haten op nieuwe Puma's? Hier. Gewoon, ik vond het, dit. Schoen. Jij ja, mag even uitkiezen. Hartelijk bedankt jongen. Geen probleem. Dank je wel. Lydia, heb je wel eens een video van Enzo Knol gekeken? Nou, nee. Echt niet? Nee, laat zien. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben de hele nacht wakker gebleven
want ik moet een vlucht pakken. Eerste reactie. Ja, leuk. Echt? Ja. Ben je natuurlijk beter. Nou, beter. Wel een klein stukje aantrekkelijker, maar beter... Hallo. Hoi. Je mag lekker op de stip gaan staan. Yeah. Dag lieverd. Hoi. Kom je even knuffel geven? Vind je dat oké? Okay? Ja hoor. Het komt allemaal goed. Oh, ja, nu ga ik huilen hoor. Nee, grapje. Oh, ik wou je nog even iets langer knuffelen, maar je liep alweer weg. Sorry. Chantal, je bent 12 en je hebt een legendarisch idee en gaat ons nu vertellen wat het is. Oké, ik heb zelf een mystery box shop, zeg maar een website heb ik zelf gemaakt. En daar kun je mystery box op kopen. Ik vind alleen de verzendkosten in Nederland zijn heel duur. Dus als ik zou winnen, zou ik voor de €10.000 alle verzendkosten willen gaan vergoeden, zodat je gewoon wel echt waard krijgt voor je geld, zeg maar. Je zegt, ik zou de €10.000 willen gebruiken om de verzendkosten te dekken. Maar wat als de €10.000 op is en je webshop loopt als een malle? Dat is dan pech, denk ik. Ja, nee. Ik denk dat het, dan gewoon inclusief de verzendkosten is. Maar ik heb een vraag. Ja, is goed. Maar dat is niet echt meer dan is het geen mystery meer. Maar wat stop je nou in die mystery? Wat is dit nou voor vraag? Wat stop je in een mystery? Nee, maar stop je er elke keer wat anders in? Nee, maar dat is het hele idee. Stop je er elke keer wat anders in? Ja, ik heb allemaal verschillende dingen. Maar ik heb twee soorten mystery boxen. Gewoon een normale, dus dan weet je helemaal niet wat je koopt. Maar ook meer een soort van gepersonaliseerde mystery box. Dat je dan... Tim, ik vond het ook heel leuk, dus ik heb eentje voor jou gemaakt. Dankjewel. Het is niet dat als ik dit openmaak dat er iets ontploft. Lydia, ik heb er ook even voor jou gemaakt. Oh jee. Oh, dit heb ik ook gedacht. Dit heb ik altijd al gedeeld. Wat zit erin, Tim? Peperflip. Peper, ja hoor. Wat zit er bij jou? Vreselijk! Wat is dit? Mystery box! Dat kan ook gebeuren. Oh jee. Dit is mijn mystery box voor jou. Yes. Ik weet niet wat erin zit. Ik ook niet, ik ben bang. Dat is het hele idee van een mystery box, toch? Oh, dat vind ik wel heel... Heb je liever dat je moeder al je WhatsApp-berichtjes leest, altijd, of elke keer als je een spelfout maakt, valt je telefoon uit? Nou, doe de laatste maar. Ja, doe de laatste. Ja. Zelfs Lydia denkt dat mijn moeder hoeft niet af wat te... Nee, dat... God, dan wordt het leven zo onrustig. Ja, maar dat is ook zo. Hoi. Hoi. Hemsters. Dag mooie dames. Hallo. Nou, welkom bij onze presentatie. Nou, ons plan, wat willen we nou gaan doen? Wij willen dus een kleine documentaire maken over aardbevingen met interviews erin met kinderen en wat oudere mensen. We willen de situatie van huizen filmen, bijvoorbeeld als er veel scheuren in de muren zitten. En we willen in contact komen met de kinderombudsvrouw. En naar aanleiding van onze documentaire willen we nog een eigen doelboek maken voor jonge kinderen. Oké. Okay. Dit is alleen voor jonge kinderen. Yes. Ja. Jij vindt dit toch ook leuk? Dit vind ik ook. Ja, maar daarom. Ik ben er helemaal enthousiast van. Ja, dat mag ook hoor. Mag ook. Ja, ik vind het is een super project. Ook omdat het hier heel erg speelt. Ja. En kijk, bij volwassenen, ja, wij kunnen het allemaal een beetje beter plaatsen. En wij begrijpen een beetje meer hoe ze daar in Den Haag allemaal, hoe langzaam daarover nagedacht worden. Maar kinderen snappen daar helemaal niks van. En ik denk dat je zo toch de kinderen een beetje gerust kunt stellen. In ieder geval dat je er iets aan doet. Precies, ja. Ik had nog wat leuks, maar het is ook een beetje stom. Ik had een pot met grond. Ik weet ook niet waarom. Wil je deze pot? Wil je de pot? Ja hoor. Ze wil de pot. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan wil ik je heel erg bedanken en we zien jullie straks. Ja, super meiden. Tot straks. Tom, zet een stapje naar voren. Vliegtuig Tom. Ja. De enige echte. Zeker. Vond je het leuk? Ja. Ja? Ja, zeker. Geen twijfel. Nee, geen twijfel. Okay. Gewoon leuk te doen. Mooi zo. Laten we beginnen met Tim. Dankjewel. Lydia. Goed. Super jongen. Dankjewel. Ik heb wel vertrouwen in jou.
Als deze groen is, ben je sowieso door. Ja. Zo niet, dan mag je mij in dit geval nog overtuigen van je idee. Misschien kan je me ompraten. Ik was nog niet helemaal overtuigd. Oké. Wat ik met mijn idee wil doen is met Eeltrips zeg maar gewoon mensen in de regio bereiken. En ook echt daadwerkelijk alleen maar focussen met vertrek vanaf Groningen. Ik denk verder dan een gemiddelde vliegtuig spotten. Ik vind het spelletje van zaken doen vind ik enorm leuk om te doen. Ja. En dat kan ik hier heel goed bij combineren. Ja, ik vind het lastig. Heerlijk. Weet je wel hoe belangrijk hij is voor onze regio? Ja, nee, weet ik ook. Oké, je hebt me overtuigd. Dankjewel. Door die deur weggaan. Lekker pik. Alex. A.k.a. Michael Jackson. A.k.a. Sneakerhead. Je had geluk dat je een onderwerp hebt gekozen wat ik fantastisch vind. Ik hou van sneakers namelijk, dus alles wat met schoenen te maken heeft, heb je sowieso een streepje voor. Daarom heb ik voor groen gekozen. Ik kan er omheen gaan lullen, maar ik denk dat je idee nog wel wat meer doorontwikkeling nodig heeft. Van hoe en wat precies, op detailniveau, maar ik vind het wel een leuke gedachte. Nou, ik vond Alex zijn verhaal heel goed hier in de regio vooral. Dus mijn oordeel is... Ik zie een man glimlachen, joh. Elke is spannend. Ja. Ik vind de kern van je idee goed, maar wat ik nog mis is eigenlijk het echte probleem wat je ermee oplost. Ten eerste, zoals je al zei, om een app te maken of een website of wat dan ook te maken, dat is in ieder geval een heel goed idee. Daarmee zou ik echt wel bezig willen gaan. Ik ben nu bezig met een ondernemersacademie, zeg maar, dit jaar op school. En daarmee om dat mee te nemen zou echt heel tof zijn. Dan, dat vind ik inderdaad een hele andere toepassing wat je eerst noemde, dat heb je mij overtuigd. Dank je. Chantal. Ik vind je een fantastisch mens. Dat sowieso. Okay. Trouwens, ik heb nog een cadeautje voor jou. Nou, wat fantastisch. Het is een vriendschapsketting. Nou, mooi. Goed. Als je hem afdoet, gaat er ergens een puppy dood. Echt? Ja. Oké. Okay. Ik doe hem nooit meer af. Nou, til dat ding op, man. Okay. Ik vond het een goed idee. Ja, je maakt mensen er blij mee, je ziet het. Ja. Nou mag ik. Wauw. Lydia. Ja. Oh, mijn mond is goed. Het is en blijft spannend, dat is waar. Ben je er klaar voor? Ja. Ik vind het op zich, het idee is leuk, maar je zou het nog wat verder moeten uitwikkelen. Helaas ben je niet door naar de volgende ronde. Ik wil je wel deze ketting geven. Ga ik je omdoen? Oké, ik ga even een applaus geven. Chantal, dankjewel. Ja. Doei, doei. Peace out. Jullie zijn als laatste. Ja. We gaan ons oordeel weer laten zien. Ik wil het even wat anders doen dan normaal. Ik wil namelijk dat we het allemaal laten zien in 3, 2, 1. Hey! Yes. Gefeliciteerd. De deelnemers die vandaag door zijn gegaan, maken officieel kans om in de finale te komen op 11 november in Delfzijl. Er wordt één groot feest. Wil je nou bij de finale zijn? Dat kan. Kun je aanmelden via aanmelden.calvijn.nl. Ik ben er ook bij, dat wordt één groot feest. We gaan gewoon gezellig chillen en daar mogen ze hun laatste pitch geven. En misschien maken ze kans op het geldbedrag. Ik wil de mensen van EBG, Economic Board Groningen, heel erg bedanken. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. Doe eens gek, want je bent het normaal genoeg. Ey, alsjeblieft.